deze wereld hier. Oké. Dan moet je terug naar de, naar de orbit. Alleen dan, hey, collect spin metal leaves. Ja, dat zou ik maar pakken. Volgens mij kun je daar later iets van gear shit mee maken. Ook. En hier hebben we nog een grot. Hey, loot! Hiernaar was ik op zoek. Hey, goeie shit. Cool. Wat kreeg je? Spin metal. En plus 37 van dat blauwe gedoe. Ja, dat blauwe, die gimmers heet dat. Dat is zeg maar je betaalmiddel in het spel. Ja, dat dacht ik al. Je valuta, om het ook wel mooi te zeggen. Wat tof dit, om ook zo achter elkaar aan te gaan. Wow, vette shit. Ik denk wel, we gaan hier nog even battelen. Alright, let's go. Lekker. Lego. Maar houden. Hoi, ik zie iets cools wat ik wil hebben. Hey, spin metal. Jij hebt er dan weer beter over voor dan ik, hè? Ja, ik ga er echt keihard langs. Ik denk, hey. Ja. Hey. Hoi. Oh, hoi. Dat is leuk. Jong. Oh ja. In ieder geval zo leek het op het begin. Ja, lijkt wel een beetje op. Oh shit, de hele aarde is echt verneukt, joh. Ja, dat is echt... Dat spreekt me ook weer aan, weet je, van die apocalyptische shit. Ja, dat vind ik echt tof, joh. En ook als het zo mooi is weergegeven. Ja. Oh, hier zijn ze level 6. Nu moeten we wat meer voorzichtig zijn. Te werk gaan. Oh, die zichtbaar. Hey! Wow, nu is het echt heftig. Ik revive je wel. Ja, thanks. Die captain is ook dood, oké, die is dood. Ik zit alleen maar met mijn handcannon kijken. Schieten. Echt jongen, die koppen vliegen er echt af als je headshot geeft. Komt er een soort van paars pus uit ook, weet je. Ja, lekker hoor. Lekker hoor. Ah, bijna level 4. Oh, what the fuck? Ja. Ik zag opeens wat naar beneden gaan, maar het stond achter mij ook. Ja, ik ren achter je aan en ik zie het opeens verschijnen. Oeh, level 4. Nice, nice. Nu kun je ook al wat upgraden. Ik denk dat je dan een special power kunt upgraden, maar dat weet ik niet zeker. Nova Bomb. Ja, die is heel vet namelijk. Dat is een van de vetste, vind ik dan wel de vetste special power van de game. Holy shit. Het is sick man. Wat een game. Maar hoe kan je nou nu weten al dat het een van de vetste special powers van de game als je... What the fuck? Hij is sterk man! Vanaf nu dan, zeg maar. Ja, voor nu. Voor op het begin. Want zeg maar als je level 15 bent, duurt nog wel even een tijdje, maar als je dat bent, dan kun je een nieuwe subclass kiezen. Zal ik even gaan reviven, jongen? Ja, doe je dat maar even. Deploy the ghost. Trying to access these machines, but something is fighting back. This will take some time. lost you don't go. Ja, inderdaad. Oh, what the fuck, man? Ik zit af en toe echt vast achter voorwerpen en dingen. Oh, jezus. Leef je nog of niet? Nee. Oh, ja, ik ook niet. The darkness consumed you. Oké, ja, zover waren we niet. Ik ga denk ik even maar een soeldruivertje pakken, want... dat is wel anders. Oh, ik vind het echt vet om zo'n coole heksding te zijn. Ja, is goed. Ik moet sowieso zo meteen wel even terug naar de tower. Ik moet even nieuw kunnen kopen, want ik heb voor mij level 4 punten, ook wel level 7. Ja, dat schiet niet zo op, hè? Nee. Ik merk ook wel dat ze heel veel gepatcht hebben hoor, sinds die update. Ja? Sinds die beta. Zeg maar die update. What the fuck? Die update die je moest installeren. Ja. Dat was zeg maar dan, als je die update niet installeert, dan had je zeg maar nog de beta. Ja, ik denk dat je weet wel. Dus ze hebben zeg maar nog aangepast dat die weer minder damage doet. Die power weer meer en dat soort dingen, weet je wel. Oké. Okay. Het gaat nu in ieder geval beter. Thuis, die captain is dood. Ik heb gewoon geen kogels meer van mijn... zonder uit. Gewoon geen kans meer, hoe ga je dat doen? Ja, ik moet even over die balletjes heen lopen, dan ligt er een kistje. Ah, nice, nieuwe shotgun. Oh! Shit, dat was echt vet. Dan schoot je die... ja, man. Wat? Hij is dood, dit. Ja. Waar haalde je nou weer een nieuwe shotgun vandaan? Ja, die pakt ik gewoon op. Soms pak je random wat op ofzo. Maar gewoon door eroverheen te lopen. Ja, er ligt er een soort van witte bal ligt er op de grond. Dat is dan een nieuw wapen. En als er een groene bal op de grond ligt, dan is het zo'n ingewikkeld. Dus dan moet je naar die cryptarch toe en dan krijg je een special weapon. Wow, wow, wow. Nou, we krijgen wel veel reward hoor, als we dit halen. Ja, echt hoor. Op very hard nog, dit is echt vet. Zo kan ik meteen uitdagen, ik kan het zelf al heel erg uitdagen maken. Geen die ballen, dat is echt... Ja, ik ben een bal. Ja, inderdaad. Ik schiet met een paarse kogel, weer doet hij. Ik ben een bal. Ja, ik ben een bal. Ja, ik ben een bal. Zullen mij ook wel de servitor. Ja, dat klinkt cooler. Dat klinkt cooler als ik ben een bal. Ja, het is een saai spel hoor. Saai spel. Ja, best wel. Ja, dat is een saai spel eigenlijk. Het is totaal niet afwisselend. Nee. Klopt wel. De ene keer vecht je tegen ballen en de andere keer vecht je tegen captains. Lekker ballen, hè? Ja, yeah, we hebben het allemaal gedaan. Nice. Hey, en wat doe je als je missie hebt gehaald? Dan moeten we dit eens goed maken. Maar wat doe je als je missie hebt gehaald? They didn't get much. Death breaky. Death breaky. Hup. Old Earth. Mooi dancebreak. Oh, vrouwelijk hoor, sexy. The legends are true. The Warmind did survive the collapse. Rasputin, an AI built to defend Earth. He faced the darkness and survived. And he's protecting something here in the Cosmodrome. We have to find a way to reach him. Yay. Dit was echt vet. Zo hé, bijna level 5 alweer. Rewards, ik heb een nieuwe gun. Hé, hey, ik heb een nieuwe chest armor. Oh, die is goed ouwe. Die gun? Je hebt nu een betere autorifle dan dat ik heb. Oh, oké. Okay. Die voor mij doet 81 attack. Attack. Attack, ik wilde het gewoon net zeggen. Attack. Nou, ben benieuwd waar we heen gaan. Set destination. Ik moet sowieso even naar die tower, man. Of, gaan we nu naar de tower? Ja, ik vind het goed. Dan gaan we naar de tower, jongen. Uit. Oké, 200 glimmers. Ja, ik ook. Cool, ik heb leg armor engram. Nice, die moet je gewoon encrypten en dan heb je iets cools. Oké, hoe doe je dat dan? Of wat, waar ben je nu dan? Bij die chick? Ja, nee, ik ben bij die cryptarch. Ja? Die dingen die daar staan, onder acquire engrams, die kun je kopen dan, hè? Dan kun je ze encrypten en dan krijg je schools uit. Maar dat zou ik niet doen, want die zijn niet uncommon. Oh, ik heb het net gekocht. Ja, maar niet uit. Bounties available. Ja, daar zou ik ook even heen gaan als ik jou was. Met die bounties kun je bijvoorbeeld sneller levelen. Een soort van challenge is dat. En als je dat weer inlevert, dan krijg je zoveel XP. Gewoon tijdens een missie bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Complete any or all of these. Nou, ik selecteer ze gewoon allemaal. Ja, precies. Dat had ik ook gedaan. Transaction complete. Oké. Collect the reward, dat kan ik ook ophalen. Dat vinden we altijd leuk natuurlijk. Dat is altijd leuk, precies. Even een reward ophalen. Even kijken wat de guns met allemaal voor leuks heeft. Oké, Guardian. Ja, ik ga nog niks kopen, want ik heb net een wapen vrijgespeeld, dus kan ik gewoon gebruiken, toch? Ja, precies. Don't put too much faith in armor. Wat? Gaat zij me nou uitleggen dat ik niet te veel waarde moet hechten aan een armor? Wat een wijf. Ze geeft me gewoon een reward. Ja. Ze geeft me een stukje armor, dan pak ik het, zegt ze, hecht niet te veel waarde aan armor, ja. What the fuck? Wordt ze boos. Er zijn wel belangrijkere dingen als armor. What the fuck? Oh, je kan helemaal ook je character helemaal draaien. Met een rechter pootje. Ja, was ik al aan het doen. Ik keek al de hele tijd naar de kont. Dat je dat even weet. Ik wou het net zeggen. Ik wou het echt net zeggen ook zo. Oh, die van mij wel een lekker kontje. Lekker hoor. Oh, lekker. Nou, ik ben helemaal klaar hier. Oh, ik zie het recht als hem uit. Ja. Vergeleken met de beta heb je nu veel minder van die encrypted dingen, zeg maar. Van die uncommon... Fuck af, pertje. Of hij herkent me. Maar dat denk ik niet. Gewoon met z'n drieën. Even dancebreak hoor. Zometeen weer een gevecht hè, die even dansen. Ik word er moe van. Ja. Wist je trouwens dat je hier op het dak kan komen? Waar? Nee! Nee! Hey! Hier op dancebreaken. Staan we hier met z'n twee? Oh, ik zit! Oeps. Oh, je hebt nog een mooie underglow. Ja, vet hè? Special effects. Special effect dancebreak. The ghosts were last heard from near the Skywatch. Let's head there and see if we can find them. Oh, dit is best wel een brute gun trouwens die ik heb. Oh ja, ik heb nu ook een nieuwe gun, maar hij ziet er exact hetzelfde uit en dat vind ik best lame. Ja, maar die van mij is een soort van legerachtige... Oh ja, ik zie het man. Ik heb helaas wel nog steeds dezelfde lame ass shotgun van level 1. Ja, maar ja, die vind je vanzelf. Daar mag wat aan veranderd worden. Hi, ha, ho. Grenadje naar die man zijn hoofd en dan rent hij net weg. Oeh, ja maar, wat zou jij doen als je een grenade naar je hoofd hebt gegooid? Hij blijft staan, heerlijk. Mooie grenade, laat het me op gaan rapen. Oh, heerlijk. Je merkt meteen hoeveel damage je doet, daar hou ik echt van. Ja, mijn fire rate is ook een beetje hoog, dus de recoil is ook lekker hoog. Oh, recht in zijn face. Gewoon een reactie R1 was dat. Oké, laten we naar de Skywars toe gaan. Yes, even, ik summon even mijn vehicle. Oh, zeg je dat toch weer nou? Vehicle? Vehicle? Ja, fuck al die enemies. Hup, wegwezen. Vehicle. Vehicle? Even kijken, moet ik heen? We gaan denk ik nu weer dezelfde weg als een paar missies. Jezus. Je really cool. Oh, lekker hoor, teamworkie. Je hoorde in mijn gun hoe hoog die fire rate is? Nee. Je hoorde eens. Wow! Wow! Fuck. What the fuck? Wat een gun! Hij gaat ook helemaal omhoog, zeg maar. What? Ik vind het wel heel schattig hoe mijn chickie allemaal geluiden maakt als ze wordt geheerd. Echt zo. Die van die cute geluidjes. Cute, oké. Okay. Wow, ik zie hier een grote groene toren een beetje gek zijn. Oh, en er zijn ook blauwe dingetjes bij. Is dit van die. Is dit van een bepaalde groep weer? Ja, dat is van de haai volgens mij. De haai, die zwemt hier gewoon. Ja joh, ik fuck maar. Niet fokken met Walt, pas op hoor. Nee, niet fokken met Walt. Als ik even struggelen. Welke gun gebruik jij nu eigenlijk? Ja, die semi-automatic. Hij klinkt wel heel tof. Wow. Met z'n tweeën ook keihard. Dit is echt tof jongen, wat een spel. Het houdt ook niet op en het wordt epischer en epischer. Hé, je slaat weer de spin battle open, malle man. Je hebt ook een spin battle opgepakt. Ja, dat heb ik net opgepakt. Wow, jij bent zo snel dan ik. Fuck mijn gun. Jouw gun is echt fucking overpowered, dude. Oh, wat gaat schieten hoor. Walt gaat schieten, hij vliegt gewoon achteruit door de muur. Ziek hard ook. Gat in mijn achterhoofd. goed wapentje. Moet je maar ook gewoon reviven, weet je wel. Ja. Elke keer als jij je fucking trigger overhaalt, moet je gerevived worden. Hey. Was je daar dood of niet? Ja, ik dacht ik ren er toch maar even heen, want wie weet is er loot ofzo. Ik ben die loot man. Ja. Die platinum boy. Wat ben jij? Ik ben een platinum boy. Ja, dat heb ik ook al gecheckt, is ook niks. Nou, dan lopen we dus voor Jan Lul hierheen. Ja, maar misschien is er nog wel een of andere missie later ofzo dat we hier... dat zal vast. Wat is dit? Wel geinig hoe er nog zo nu en dan zo'n brandblussetje hangt, omdat de mensheid hier is geweest. Het is natuurlijk de aarde, hè? Is ooit mensen geweest, brandblussetjes. Dat moet wel aanwezig zijn natuurlijk. Fuck, hier is ook al niks. Nou, langzamerhand is mijn overcharge bezig weer. Charge? Hoe heet het ook weer? Power charge. Ja, power charge. Oké, laten we even met voertuig iedereen gaan. Kijk, we zijn niet aan het vechten als je niks hebt. Ja, je gaat er even doorheen vliegen. Ja, niks vechten. Super, eroverheen. Wat een lekkere headshot, jongen. Ja, ik voel het goed, hè? Oh, jezus. En gewoon ook gewoon zonder te aimen, hè? Want ik ben gewoon lekker bezig hier. Lekker sprayen. Hé, hey, ik heb weer wat gevonden. Check dit soort dingen. Hoe kom je in je godsnaam op? Ja, en ik heb gewoon weer loot gevonden, hoor. Oh, spin metal en een mooi pakkie. gekke vent. Oké. Nou. Oh, ik ga zo denk ik. Oh, nu lukt het. Ik doe dat gewoon, Walt. Het zijn die Achievement Hunter ogen. Ja, hoe kom je er weer uit dan? Ja, dat kan me niet. Oh, jawel. Oh shit. Moet ik hierheen? Krijg je binnenkort een contract van Rooster Teeth, weet je wel. Ja, echt hoor. Hé, huh? Heb ik nou een glitch gevonden? Nee, dit is nog te darkness, zeg maar. Oh, echt? Weet ik veel. Oh, ik dacht al, jij weet het weer. Ik weet niet alles. Oké, we moeten hier ook helemaal niet zijn, dus laten we gewoon weggaan. Ik heb in ieder geval wel mooie loot weer gevonden. Ik zoek echt de gekste plekjes, dat zou je ook eens moeten doen. Hierboven dan? Dat heb ik dan weer niet gezien. Nee, hé. Hey. Ja, er is ook niks, hè? Zie je? Dat voelde ik al. Je voelt altijd shit aan. Je hebt een soort van radar ofzo. Ja, precies. Die fucking die trophy gevoel krijg ik erbij. Waar moeten we heen, joh? Ik schakel wel even over hoor, naar mijn andere gun. Even semi-automatic. Of even automatic. We have to finish this. The array control station is in the next sector. Even kijken, ik had iets nieuws inderdaad. 18 defense is dit. Sick. Hoeveel defense heb je nu in totaal? 91. Tjo. Jij? Ja, ik heb nu 127, maar ik had op dat level had ik ook zoveel, ongeveer. Waarom ben je onzichtbaar? Omdat ik even, weet ik veel, ik zat in het hoofdmenu, charactermenuutje. Ik maak het zelf even onzichtbaar. Wat zijn ze aan het doen? Zijn ze aan het mediteren of zo? Ja, doen zij aan. Ja. Pas op hoor. Gewoon zometeen Walt in net zo komen. Hé, ik dacht al, wat de fuck, spinnen? Oh, dat was een mesboor. Hé, daar zie ik wat leuks tegen. Encrypted Engram. Zo vet om dit allemaal te checken. Ik ga nu ook gewoon dit soort dingen checken. Kijk dan. Oké, dat gaat te ver. Daar is niks. Zie me vliegen en zo. Dat is wel vet. Al die deuren en dit bijvoorbeeld. Ja, echt zo. Stekers en shit. Dat is vet. Ja, maar het is toch best wel een side spel. Ja. Al met al. We zijn heel erg positief over de game, maar daar niet van, maar ja, het is toch een suispel. Hey! Motherfucker! Ik word gek van die vliegende bots, want die killen me eigenlijk als enige. Dat zijn shanks, die zijn heel kut. Ja, echt, net ook, bij dat vorige level waar ik steeds dood ging, waren dat de enige die me kilden. Maar ze zijn wel, je krijgt er wel veel XP van als je kijkt. Hey, ik heb weer een trofee gekregen, omdat ik jou revived. Oh, nice. Wacht even. Riepje? Ja. Ik weet niet hoe lang dit nog duurt, maar na deze ga ik eten in ieder geval. Ja, is cool. Nee, we zijn er volgens mij bijna. Beter niet doodgaan. What the fuck, ruige Nick, die zit in mijn vriendenlijst en die is aan het doodgaan. Approaching the control station. Die is van, hij is gejoined, hij is aan het doodgaan. En nu ben ik aan het doodgaan. What the fuck? Ook levels lijkt ik dood, zeker. Thanks guys. Hij nu zo van, ik heb dat echt gered. Ja, maar ik denk wel dat hij een sub is hoor, denk ik. Hij zit in mijn vriendenlijst. Ik denk het ook wel, ja. Ik weet niet eens wie ik in mijn vriendenlijst heb, wat schandalig. Ja, maar we zijn nu ook in de respawn restricted hè. Dus hij moet wel gejoined zijn. Ja, klopt. Maar het is alleen maar chill, dan wow, heftig. Als ik word geraakt door die gas, ben ik aardig dood. Ja, je hebt level 5 of 4 ben je? 26. Oh, je gaat ziek snel houden. Ja man, ik heb je even ingehaald. Stel hè. Gewoon een of andere glitch ofzo, weet je wel. Oh. We hebben ze, of niet? Ja, vet. Ja. Ja man, echt die, ik weet niet eens hoe ze heten, Elder? Elder, ja. Ja, dat is echt het enige wat me killt, ongelooflijk. Ik blijf het ook steeds hebben. Het is een sterk. What the fuck? Nou, het is tijd om te stoppen voor mij. Even eten. Je bent op level 4, hè? Het is gewoon bijna mogelijk om deze... Nee, niet onmogelijk, maar... Het is wel gewoon fucking moeilijk om dit te halen. Voor level 4 krijgen. Wow, wow. Ik krijg ze zelfs onder de dood. Ja, dat kun je nagaan. Wow, ik zag mensen vliegen, jongen, niet normaal. Jij ook? Nee, ik wil het ook niet. Voor een paar van die lijken. Ja, echt 3 tegelijk of zo. Wow, ik hoor je opeens vet zacht. Vette. Level up. Nice. Ik heb een nieuwe gun ook. Upgrade unlocked. Ik heb een fusion rifle. Die ga ik even testen. Oké, ik heb een nieuwe upgrade en er staat bij energy drain. Energy drink? Drain. Red Bull. Ik heb Red Bull vrijgespeeld. Red Bull geeft je vleugels. Kan je vliegen hoor. Oneindig vliegen. Amazing. Dan moeten we dat weer beschermen, die jouw ghost. Oké, dit is ook heel vet. Inderdaad, hé. Holy shit, wat tof. Het is alleen niet handig om daar te gaan vliegen, want dan ga je echt geheim uit. Wat een game, hé. Ja, dat is echt heel ziek. Oh! Oh, er komen ziek veel hive aan. Oh, what the fuck? We moeten binnen blijven, jongens. Holy shit. Wat vliegt daar allemaal buiten, man? Nou, wizard. Oh, ik ben een wizard. Ik heb blauwe ballen. Ja, ik heb ook blauwe ballen. Oh. Ik heb ook blauwe ballen. Ja, dat heeft blauwe ballen. En nu, met dit soort missies moet je al samenwerken. Ja, maar echt tof dit, man. Echt. Ja, als ik tijd heb, kan ik even mijn helmet. Maar de muziek ook en de sound design. Ja. En dat klopt gewoon het spel. Wat een fucking vette games, hè. Supercharge active. Nice. Oh, die Hello at Night, of wat is het? Een Chosen. Oh, accurate. Oh nee, volgens mij. Zometeen heb je voor mij ook een Night. Die is wel lastig. Oh, holy shit, Chosen Night. Ja, oh fuck. Zijn er ook gewoon 2, hè? Oh shit. Je hebt een beetje een ziek zwaar. Ja, ik ben dood. Oh, we zijn alle 3 dood. Ah, dat is fucked up. Ik moet echt weg. Ja? Doen we hem dan de volgende keer? Ja, doen we hem de volgende keer. Oké, ik ga er dan nu uit en dan doen we hem de volgende keer. Hoe ga je er überhaupt uit? Via touchpad en dan leave, toch? Yes, en dan gewoon go to orbit. Oké. Nou ja, tot zo, man. Yes, oké. Dan gaan we gewoon verder met opnemen. Later, man. Tot zo. Later.